Ja, op zich best uitnodigend. Het is vrij zichtbaar. Ja, verrassend. Hoi, ik sta voor de Albert Heijn. Deze winkel doet een proef met Nutri-Score. Dat is dit logo, waarbij je met letters en kleurtjes makkelijk een bewustere keuze kunt maken. Wij zijn net als Albert Heijn voorstander van Nutri-Score, dus we gaan even een kijkje nemen in de winkel hoe het er in het echt uitziet. Kijk, hier staat een Nutri-Score. Voor de proef op de schapkaartjes. In het echt zou die eigenlijk op de verpakking moeten staan. We gaan even kijken. Cranberry-sap, dat is volgens mij echt heel gezond. Er staat allemaal fruit op, antioxidanten. Maar toch een rode E. Even kijken. Cranberry Light. Nog steeds een C. Welke zou ik dan moeten kiezen? Ah, een groene B. Grapefruitsap. Dat is dus een betere keuze. Dit is wel handig, zeg. Normaal moet je echt elke verpakking omdraaien. En nu zie je gewoon in één oogopslag welke je moet hebben. Even kijken, maar deze krijgt een B en deze een E. Hoe zou dat nou komen? Dat ga ik even aan de expert vragen. Nelleke, jij weet alles over voeding- en voedselkeuzelogo's. Waarom krijgt nou het ene product een E en de ander een B? Nou, eigenlijk bij de Nutri-Score, dat is een vrij uitgebreid rekensysteem zit erachter, waarbij de pluspunten worden gegeven voor goede ingrediënten, dus bijvoorbeeld fruit, noten, eiwitten. En minpunten voor ingrediënten als verzadigd vet en zout. En het grote verschil tussen deze is, dit is 100% fruit. En dit is fruit, maar ook best wel veel water en suiker. En daarom krijgt hij een lagere score. Oké. Waarom is zo'n voedselkeuzelogo eigenlijk nodig? Nou, je ziet het eigenlijk als je hier voor dat schap staat. Allemaal verschillende tussendoortjes. En eigenlijk heb je als consument geen idee, deze nou beter dan die of dan die. En wat je dan nu eigenlijk moet doen is, je moet, nou, stel je twijfelt tussen deze of die, moet je dus uit het schap halen. Je moet dan kijken waar is de voedingswaardetabel en dan moet je die, ja, moet je bijvoorbeeld deze twee producten met elkaar gaan vergelijken. Ja, dan ben je best een tijd bezig. En ja, als je gewoon druk bent in je dagelijkse boodschappenrondje, ja, dan komt dat er dus niet van. En met zo'n voedselkeuzeloog heb je gewoon in één oogopslag een beeld. Deze krijgt een B en die krijgt een D. Oh ja, er zijn ook andere voedselkeuzelogo's, toch? Waarom is de consumentenbond voorstander van Nutri-Score? Ja, er zijn afgelopen jaren best wel wat voedselkeuzelogo's ontwikkeld. Dit is Nutri-Score, is een Frans systeem. Franse wetenschappers hebben dit gemaakt. En het werkt gewoon goed. Consumenten zijn er enthousiast over en het maakt vergelijken van producten makkelijker. Klinkt goed, maar ik ben ook benieuwd wat de mensen in deze winkel ervan vinden. Ik ook. Ik vind het zelf heel handig. Je hebt helemaal gelijk. Ik kijk altijd naar die voedingswaardes op de achterkant. En dan heb je echt drie pakjes in je hand dat je telkens opnieuw moet lezen. Wat stond er nou ook alweer? Nou ja, sowieso ben ik er wel in geïnteresseerd. Maar mocht je snel iets nodig hebben of iets wat je al gebruikt, denk je, oh, dat valt wel mee. Dat is dan een B. Je hebt inderdaad vaak, dan staan er wel allemaal gezonde producten op. Of dan denk je van blauwe bessen is gezond, maar dan staat hier wel die score D. En op zich, in mijn dagelijkse boodschappen kijk ik zelf ook wel echt vaak naar of er veel suiker in zit. En dat is vaak lastig zichtbaar op de producten zelf. En dit laat in één keer zien. Want let u op gezondheid als ja, u zeker. Boodschappen ja, doet? Ja, dan heb ik eigenlijk een leesbril nodig. En dat is dus in de toekomst niet meer nodig, zo te zien. Is dit duidelijker? Ja, jij vindt het ook mooi. Ja. De Nutri-Score proefwinkel is nog te bezoeken tot en met 16 november aan de Torenstraat in Den Haag. En wil jij de Nutri-Score op alle verpakkingen in elke supermarkt? Teken dan voor Nutri-Score.